Een Super Puma-helikopter kwam eraan te pas. Die helikopters zijn gespecialiseerd in hijsblus- en reddingswerk. Ze kunnen wel 4,5 ton tillen of bijvoorbeeld 20 mensen uit een hachelijke situatie redden. En ze kunnen ook behoorlijk hard, 290 km per uur. Maar dat was vandaag niet nodig. Vandaag moest de Super Puma vooral stil hangen tegen de harde wind in. Dat is schon schwierig, want de wind is zeer, zeer sterk. En dan moet man zeer precies zijn. Maar wie ze gezien hebben, dat was geen probleem. En daar ging hij dan, de oude antenne. Hij is ingehaald door de moderne techniek en werd dus niet meer gebruikt. Dit was nog een oude analoge antenne, waarmee je vroeger met dat harkje op het dak televisie ontving. Die was buiten gebruik. Het kost geld om hem daar te laten staan. En natuurlijk, als we hem niet gebruiken, zou je hem toch moeten onderhouden. Op die hoogte is dat kwetsbaar. De schilder daarboven is erg duur, dus we hebben hem eraf gehaald. Een spectaculaire klus, ook voor de mannen die op de mast zaten. Of niet? Dat valt wel mee, want het is onze baan en dat doen we eigenlijk dagelijks. Dus eigenlijk routinewerk? In principe wel, ja. Alleen het mag geen routine worden, want dan ga je fouten maken. De klus trok veel bekijks en het publiek werd er een beetje nostalgisch van. Die mast is toch een beeldbepalend element geworden de laatste jaren. Dus je kijkt er toch helemaal anders tegen aan, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Dus... En de beelden van deze omroep natuurlijk, en die bekijkt u digitaal.